Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl we beginnen allereerst met het weer van vanochtend. Want wat een pech hadden de bewoners in Zeeland. Daar trok een groot deel van de dag een buienlijn over de provincie. Die buienlijn, ja, dat was echt een lijn vanuit uh, ongeveer Brussel richting Zeeland. Het breidde zich later in de middag ook nog naar het westen van Brabant en het noordelijke deel van Zeeland uit. Daar dus wisselvallig weer. Daar veel wolken. Daar van tijd tot tijd nat. In de rest van het land vooral heel veel zonneschijn. Stralend zonnig weer. En dat zien we ook terug op de bewegende beelden van de wolken en de neerslag. Eigenlijk een grotendeels droog weer En nou, ook als we naar morgen kijken zien we dat een groot deel van het Nederland wolkenvrij zal zijn Zeer wisselvallig weer in het westen van Frankrijk en op de Britse eilanden En ook graag even aandacht voor dit gebied Ik zal het even tekenen, want dat is een bewolkingsgebied Die bewolking ligt op dit moment nog boven de Oostzee En die trekt morgen geleidelijk richting het Noordoosten nou, daar krijgt het noordoosten in de loop van de dag mee te maken, in de rest van het land morgen dus droog weer en prima omstandigheden. maar we beginnen bij vanavond. ook vanavond kan er in Zeeland en het westen van Brabant nog steeds een enkele bui vallen, misschien zelfs een pittige bui, maar in de loop van de avond dan trekken de buien eindelijk weg en dan wordt het ook daar droog. In de rest van het land brede opklaringen. Vanavond een graad of 8. En in de loop van de nacht daalt het kwik tot plaatselijk dicht bij het vriespunt. Aan de grond kan het net als afgelopen nacht weer hier en daar licht vriezen. Stelt allemaal niet heel veel voor. Morgen overdag schitterend weer. In de ochtend flinke zonnige periode. In de middag een paar stapelwolken in het zuiden en midden van het land, maar de kans op een buis heel erg klein. Maar zoals gezegd in het noordoosten, daar gaat de bewolking geleidelijk vanuit het noordoosten toenemen en uh, daar wordt het dan gewoon wat slechter. Geen regen uit die bewolking, maar de wolken zorgen er wel voor dat het in Groningen maximaal 13 graden wordt, terwijl het in het midden een graad of 16 wordt en in Limburg 17 graden. De wind is morgen iets minder sterk dan vandaag. Langs de noordkust staat nog steeds windkracht 5. Kijken we naar nou het weer van het weekend. Nou, iedereen weet het inmiddels al: het wordt schitterend lenteweer. Vooral zaterdag volop zonneschijn. Dan ook zon in het noordoosten. Misschien een enkel wolkje, maar vooral heel veel zon. De wind neemt verder af en de temperaturen lopen zaterdag uit een van 15 graden op de Wadden. Tot tegen de 20 graden in het zuidoosten en oosten van het land. Zondag gaan we de 20 graden in de grootte van het land bereiken. Er komen dan wat meer sluierwolken, maar tegelijkertijd warmt de atmosfeer ook op. Daardoor temperaturen dus 20, 21 graden en op de Waddeneilanden eilanden een graad of 16 à 17. En trouwens, ook voor maandag zijn de omstandigheden prima. Nog minder wind, zonnige periode en een paar sluierwolken en ook dan temperaturen van 17 tot 21 graden. Een heerlijk lenteweekend dus voor de Boeg. Ik wens u heel veel plezier. Ik ga ervan genieten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.